Goedemorgen allemaal. Mooi. Zo blij om hier weer te zijn. Ik ga heel even iets ruimte maken. Een geheim diploma van de sokken. Goedemorgen. Namens Mozaïek 0548. Ik ben wel even nieuwsgierig, want ik weet namelijk dat er een aantal mensen voor het eerst zijn. Wie is er vandaag voor het eerst? Mooi. Ja, bijzonder. Als je naast iemand zit die er vandaag voor het eerst is, spreek hem of haar dan ook straks bij de koffie even aan. Hoe mooi is dat? Dat we gewoon elke zondag weer een plek mogen zijn waar mensen binnenkomen. En ja, wie weet wat God vanmorgen gaat doen. Ik ben Dinant, 49 jaar, ik kom uit Enter. Bijna 26 jaar getrouwd met Alice. Ik heb 3 kinderen. En er is een 4e bijgekomen omdat mijn dochter getrouwd is. Dus ik heb 4 kinderen. En ik durf wel te zeggen dat God in mijn leven best wel radicaal heeft ingegrepen. Hij heeft mij een beetje veel in mijn nekvel gepakt. En dat maakt dat ik daarvan heel graag wil delen. En daarom ben ik ontzettend blij dat ik vanmorgen hier weer mag staan en met jullie wat mag delen. Ik hoop oprecht dat je iets van het verlangen dat in mij leeft over het vertellen over Jezus, dat je iets van het verlangen bij jezelf mag gaan ontdekken op de manier die bij jou past. En in Mozaïek 0548 hebben we de keuze gemaakt om aan de slag te gaan met een thema, een ja-thema. Een ja-thema is een nieuw leven. En binnen dat ja-thema hebben we met de voorgangers, de sprekers, de coördinatoren nu 1 keer in de maand een overleg waarin we echt geholpen worden om dat nieuwe leven en dat thema van dat nieuwe leven door te laten drinken in onze kerk, in onze pijlers, in de mensen die we spreken, maar ook in de preken die we houden. En het is mooi, want ik geloof namelijk dat als we hier komen in de kerk en we krijgen iets, er wordt iets gegeven van nieuw leven, dan hoop ik ook dat je in de komende week van dat wat je hier ontvangt, dat je dat mee gaat nemen naar de plekken waar je van de week komt. Op je werk, de voetbalclub, de volleybal, bij de weet ik veel waar je bent, op school. Maar op de plekken waar je komt, dat je daar mag laten zien, ik heb nieuw leven ontvangen en ik wil dat ook met jou delen. En in de Bijbel zien we dat via de verhalen van Jezus we God mogen leren kennen. En hoe God over ons denkt, hoe God naar ons kijkt. En Jezus was natuurlijk de verpersoonlijking van God hier op aarde. Hij was hier. En door die verhalen heen mogen we het hart van de Vader voor ons leren kennen. En ik wil daarom vanmorgen met jullie lezen uit Johannes 8. Als het goed is komen de teksten op het scherm. Johannes 8 en dan vers 1 tot 11. Jezus ging naar de Olijfberg en vroeg in de ochtend was hij weer in de tempel. Het hele volk kwam naar hem toe en hij ging zitten en hij gaf hun onderricht. Toen brachten de schriftgeleerden en de fariseeën een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. En ze zetten haar in het midden en zeiden tegen Jezus: Meester, deze vrouw is op heetdaad betrapt toen ze overspel pleegde. Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan? Jezus, dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en hij zei: Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen. Hij bukte zich weer en schreef er op de grond. Toen ze dat hoorden, gingen ze weg. 1 voor 1. De oudsten het eerst. En ze lieten hem alleen met de vrouw die in het midden stond. Jezus richtte zich op en hij vroeg aan haar: Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? Niemand, Heer, zei ze. Ik veroordeel u ook niet, zei Jezus. Ga naar huis en zondig niet weer. Ja, het is vroeg in de ochtend en Jezus is die nacht op de Olijfberg geweest. Hij gaat de tempel in en het volk ziet hem weer komen. Ze zijn nieuwsgierig wat hij nu weer te vertellen heeft. Dus ze gaan allemaal weer om hem heen staan en Jezus begint weer te onderwijzen. En dan ineens, door al die mensen, die dromme mensen die om hem heen staan, komen die schriftgeleerden en die fariseeërs, die komen met die vrouw door die menigte en ze zetten haar pal voor hem neer.
Weet je, en we kennen haar naam niet, er staat geen naam bij. Wat we weten is dat ze op heterdaad betrapt is. Deze vrouw is deze nacht op een plek geweest waar ze eigenlijk niet thuis hoorde. Ze dacht dat ze op een plek was waar ze iets zou vinden, maar uiteindelijk werd ze gevonden. En als ik dit verhaal zo lees en hoe dat dan allemaal moet zijn gegaan, dan geloof ik dat ze verraden is. Iemand heeft haar verraden. Iemand heeft haar aangegeven bij de leiders van dit volk. En het komt de fariseeërs eerlijk gezegd al heel erg goed uit. Want wat zou die nieuwe rabbi, die zo radicaal is, wat zou die hiervan zeggen? Nu hebben ze iets waar ze Jezus op kunnen vangen. En ze brengen deze vrouw naar hem toe. Want die wetten van Mozes, die zijn helemaal duidelijk. Geen twijfel mogelijk, stenigen. Deze vrouw moet gestenigd worden, daar is geen ontkomen aan. Maar wat er ook in de wet staat, is dat een man en een vrouw gebracht moeten worden en gestenigd moeten worden. En in dit geval komen ze alleen maar met die vrouw. Waarom heet eigenlijk dit verhaal de overspelige vrouw? En waarom heet dit verhaal niet de hypocriete schriftgeleerde? En Jezus kent die wet, het is heel duidelijk. In Leviticus 20 staat het. Stenigen. Maar het wordt wel duidelijk dat als ze alleen die vrouw brengen, dat het een valstrik is. Dat ze Jezus proberen te vangen. Eigenlijk is het moment om de stenen op te pakken en te gooien. En als ik dan na ga denken over dit verhaal, dan zie je dat deze vrouw dus voor Jezus staat. Maar wat is daar aan vooraf gegaan? Wat is daar op dat moment aan vooraf gegaan? Ze hebben haar op hete daad betrapt. Heeft ze überhaupt de tijd gehad om zich fatsoenlijk aan te kleden? Of wordt ze half naakt door die straat gesleurd, op hete daad betrapt, en wordt al haar waardigheid hier ontnomen? Want ze wordt in het midden niet alleen van de fariseeërs en Jezus gezet, maar ook van het volk dat Jezus aan het onderwijzen was. Alle waardigheid wordt haar ontnomen. Omdat ze op hete daad is betrapt. En ik denk dat deze vrouw heel goed wist wat de gevolgen zijn van deze actie. Ook deze vrouw kende de wet. Dat moment dat ze gepakt werd, die slaapkamer uitgesleurd werd en voor Jezus neergegooid werd op de grond. Toen wist ze, die hele weg lang, dit moet ik met de dood kopen. Ze keek de dood in de ogen. Ze ligt op de grond. Ze staat voor Jezus, ze ligt voor Jezus. En Jezus bukt zich en schrijft op de grond. En zegt niks. Weet je, die fariseeërs die oordelen hier niet alleen deze vrouw. De fariseeërs zijn heel duidelijk uit op het oordeel over Jezus. Ze misbruiken deze vrouw om Jezus uit de tent te komen. De stenen die ze in hun hand hebben, die hebben ze niet in de hand voor deze vrouw. De stenen die ze in de hand hebben, die hebben ze in de hand voor Jezus. En Jezus zegt niets, hij is stil, hij zit gehurkt, schrijft op de grond. Maar ze blijven erop aandringen, ze blijven bij hem aandringen. Vindt er dan wat van? Wat vind jij hiervan, Jezus, Rabbi? Wat vind jij? Jezus gaat staan. En dan die ongelofelijke zin. Wie zonder zonde is, laat hij de eerste steen werpen. En hij gaat weer door de knieën. En we lezen dat de fariseeërs en de schriftgeleerden één voor één de plek verlaten. De oudsten als eerste. En ik heb geen idee hoe de reactie van het volk is geweest. Het staat er niet in. Mijn geloof is dat de mensen onder de indruk waren van de wijsheid die Jezus hier liet zien. En als ik dit verhaal dan lees, dan merk ik dat er in mij een ontzettende afkeer komt van die schriftgeleerden en die fariseeërs. Ik kan er gewoon boos om worden hoe deze mannen waren. En Jezus, mijn Jezus, iedere keer weer proberen te pakken. Maar als je er goed over nadenkt, je gaat dus even rustig achterover zitten. Dan zit er ook een fariseeër in mij. Ik denk dat er ook een fariseeër in jou schuilt. Als het gaat om, wat vind je van iemand? In roddel, in achterklap. Hoe vaak zijn we niet geneigd
om iemand in het midden te zetten, te oordelen. Hoe vaak zijn we niet geneigd om de zonde van een ander zo groot mogelijk te maken, zodat die van onszelf zo klein mogelijk is en in de schaduw staat. Maar wie zonde zonde is, die werpen die eerste steen. En de angst en schrik die deze vrouw moet hebben gehad, op hete daad betrapt, in die slaapkamer, die mannen die komen binnen en die pakken haar vast, die sleuren haar die slaapkamer uit, wijzend, afwijzend, allerlei dingen roepend tegen haar. En in die angst, weet ze, ik moet dit met de dood gaan bekopen. En ze wordt gesleurd, gesleept tussen die mensen door tot ze bij Jezus zijn. En hoe was dat moment dat ze daar aan de voeten van Jezus lag? Vol schuldbesef. Op heterdaad betrapt, wetende dat je dit met de dood moet bekopen. Hoe heeft zij naar zichzelf gekeken op dat moment? Dat moment dat ze daar stond, dat ze Jezus in de ogen keek, dat ze in die ogen keek zonder oordeel. Hoe heeft zij naar zichzelf gekeken? En hoe kijken wij naar onszelf als we onszelf op heterdaad betrapt? Hoe kijk jij naar jezelf als je aan de voeten van Jezus ligt? En je betrapt jezelf op heterdaad. Jezus gaat door de hurk en hij schrijft in het zand. Weet je, we weten niet wat Jezus hier schreef. Geen idee. Tekende hij een kerfstok met allemaal streepjes, met alles wat deze vrouw verkeerd had gedaan? Of tekende hij een kruis? Schreef hij daar zijn eigen naam of schreef hij daar jouw naam? Schreef hij daar mijn naam? De actie dat Jezus, zeg maar, doordat die mannen bij hem komen, door de hurken gaat, laat ook iets zien van ontmoediging. Van, boah, hoe moet hier nou mee? Jezus heeft de groep verlaten. Hij weet even niet wat hij ermee aan moet. Hij schrijft op de grond. En dat maakt ook dat ik er zelf over aan het nadenken kwam. Als wij dan in de grond schrijven, wat schrijf jij dan? En schrijf je dat in stof? Of schrijf je het in beton? In cement? Zodat het altijd leesbaar blijft. Want ik geloof dat Jezus het schreef in stof. Zodat hij niet één veeg weg kan vegen. Jezus ziet haar. Jezus ziet niet haar daden. Jezus sprak geen oordeel. Jezus sprak liefde. Weet je, Jezus ging op zijn hurken zitten. En hij werd gedwongen tot een antwoord. En ik vond dat zo'n mooi beeld. Dat op het moment dat hij het antwoord geeft, gaat hij staan. Op dat moment ging Jezus staan. Jezus ging staan toen het aankwam op rechtspreken. Toen iedereen een oordeel klaar had, ging Jezus voor haar staan. Jezus ging rechtop staan en zei, die zonde zonde is, die werd de eerste steen. Jezus staat ook voor jou. Als mensen stenen in de handen hebben om naar jou te gooien. Als jij op heterdaad betrapt, in het midden neer wordt gezet, gaat Jezus voor jou staan. Ongeacht wat jij gedaan hebt. Wat zo mooi is dat de schriftgeleerden en de fariseeën, dat waren de rechters van die tijd. En Jezus ontneemt hier de rechters hun recht. Jezus spreekt werkelijk recht. En geen kromrecht. Hij veroordeelt deze vrouw niet. Nee, hij leert deze vrouw op een andere manier kijken. Hij leert het volk hier op een andere manier kijken. Deze vrouw ontvangt genade. En hij zegt, ga heen en zondig niet weer. Dat is genade. Nieuw leven ontvangen. Voor nu en voor straks. En wat zo mooi is dat Jezus in de schatkamer van de tempel even later zegt, wie mij kent, die kent de Vader. Dus we zien in de actie die Jezus hier laat zien, dus zijn niet oordelen. Zijn niet veroordelen, het niet stenigen. Maar juist zeggen, wie zonder zonde is. Als er één recht had om stenen te gooien, was het Jezus.
Maar Jezus gooide geen stenen. Jezus had geen stenen in zijn hand. Jezus heeft gaten in zijn hand. Voor jou. Omdat hij aan het kruis gedragen heeft waar mensen stenen voor gooien. Weet je, we zien het vaderhart voor mensen in de acties van Jezus. En in het proces, in mijn zoektocht naar God, heb ik daar heel veel moeite mee gehad. Om vader en God bij elkaar te krijgen. Dat was ontzettend ingewikkeld. Weet je, ik denk dat veel van ons in deze regio opgevoed zijn met vaders die knetterhard gewerkt hebben. Die zich ontzettend hebben ingezet voor het herstel van de economie na de oorlog. Maar ondertussen niet zijn opgevoed met het delen van emoties, van passie. Terwijl ze zo ontzettend veel van ons hielden. Weet je, mijn vader, die hield ontzettend veel van mij. En van mijn broers. En van mijn moeder. Maar dat tonen van die liefde, dat vond hij ontzettend ingewikkeld. Terwijl we het wisten hoeveel hij van ons hield. Maar dat heeft hij niet geleerd. En toen ik op opwekking in 2018 dat terrein opliep en die 30.000 mensen hoorde zingen en dat kruis zag staan. Toen was het alsof ik aan de grond genageld stond. Ik heb 2 uur lang staan huilen als een klein kind. Ik wist niet wat me overkwam. Ik werd zo overspoeld met liefde, ik had die nog nooit meegemaakt. En daar leerde ik de liefde van de Vader van mij kennen. En toen ineens kon ik het los van elkaar zien. Dat mijn hemelse vader en mijn aardse vader 2 aparte vaders voor mij zijn. En ineens kon ik ook, net als Jezus, naar deze situatie anders naar de situatie kijken. Nog anders naar mijn vader kijken. Dat wat hij in zijn opvoeding op een andere manier mee had gekregen dan wij in onze opvoeding mee hebben gekregen, dat verschil maakt. En ik kon met andere ogen naar mijn vader kijken. En zien dat hij nog meer gewist had dan ik. Op zijn 17e is zijn vader overleden. En in die tijd was het niet zeur doorgaan. En toen ik op die manier naar de situatie keek, merkte ik dat er bij mij iets veranderde. En dat ik steeds meer mijn best ging doen om met de ogen van Jezus naar me te kijken. Als we met de ogen van Jezus kijken, verandert alles. Jezus ziet jou, hij gaat met je mee in alles. Jezus weet ook precies wie welke stenen voor jou in de handen heeft. In dit verhaal zien we dat deze vrouw een nieuw leven ontvangt. We zien wat het is om genade te ontvangen. En dat we altijd terug mogen naar het vaderhart. Weet je wat, dat nieuwe leven, dat is rust en liefde vinden bij je papa. Bij je hemelse vader. Je mag hersteld zijn. Je mag gestel vinden naar zijn hart. Weet je, genade betekent niet dat we het maar op los kunnen leven. Dat we gewoon maar ons gang kunnen gaan. Integendeel. Genade maakt dat je keuzes gaat maken. Weet je, God biedt jou dat herstel aan. God biedt ons dat herstel aan. En omdat niemand gelijk is hier vandaag, geloof ik dat jij herstel mag vinden op de manier die bij jou past. En dat kan zijn herstel als je op de fiets zit. Als je aan het hardlopen bent. Stilte moment. Ik bid je echt toe vanmorgen dat je herstel gaat zoeken naar het vaderhart. Maar hij verlangt naar jou. Hij wil je nieuw leven geven. Weet je, nieuw leven is niet voor het hiernamaals. Nieuw leven is nu, hier.
Als jij het vaderhart zoekt, is dat niet voor later. Het vaderhart zoeken is voor hier, nu. Want ik weet zeker, als jij het vaderhart gaat vinden, dan ga je merken dat de hemel de aarde gaat raken. Hier, nu. God wil je herstel bieden. Hij heeft eigenlijk al herstel geboden door het werk van Jezus. Je mag vandaag kijken in de ogen zonder oordeel. Je mag vanmorgen op schoot kruipen bij je hemelse Vader. Hoofd tegen de borst en zijn hart slaan door. Misschien wel voor het eerst. Of misschien wel voor de zoveelste keer omdat je bent vergeten dat die plek er was. Maar die plek is er voor jou, voor iedereen. En we gaan het zo zingen, Run to the Father. We fall into grace. Ik wil ministry vragen om naar voren te komen. En ik wil graag met jullie bidden. En als je straks tijdens het lied merkt dat je die plek bij bent geraakt, bij je papa op schoot, ga hem weer zoeken. En als je dat niet alleen kunt, willen de mensen van ministry je daar graag bij helpen. Lieve Abba, Vader in de hemel. Dank u wel dat we in uw aanwezigheid mogen zijn. Gewoon mogen zijn. Dank u wel dat we herstel mogen vinden aan uw hart. Heer, dank u wel dat we uw hartslag voor ons mogen horen. Dank u wel dat we en dicht tegen u aan mogen kruipen, Heer. Omdat u zo onvoorwaardelijk, volmaakt en eeuwig van ons houdt. Heer, en help ons om vanaf vandaag niet meer te schrijven in cement of beton, maar te schrijven in stof, zodat het door de wind wegwaait. De wind, de Heilige Geest, de Ruach. We danken u voor genade. En dank u wel voor onze vaders. Zegen ons als vaders. Dank u wel dat we uw genade hebben mogen leren kennen. Dank u wel voor wat u doet in onze levens. Run to the Father. Amen.